Yo, medegamers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Pokémon Go tipvideo. Jammer genoeg leven wij toch niet helemaal in de Pokémon-wereld, waardoor wij het zonder een Pokédex moeten doen. Maar er bestaan wel een aantal andere handige tools en websites die we kunnen gebruiken in onze quest to be the very best. Daarom kom ik nu met 5 handige tools die iedere Pokémaster moet hebben of moet weten. Let's go! Tip 1. Een alternatief voor Pokevision genaamd pokeroute.nl. Met Pokevision en andere soortgelijke sites door ontwikkelaar Niantic uit de lucht gehaald, moeten we op een andere manier Pokémon zien te trekken. Een paar slimme koppen hebben daarom pokeroute.nl in het leven geroepen. Het omzeilt de regels van Niantic en daarom mag deze site wel blijven bestaan. Hoe doen ze dit dan? De sites die Niantic heeft neergehaald lieten live zien waar je op dat moment een Pokémon kon vangen. En dat willen ze dus niet hebben. Pokeroute laat zien waar meerdere mensen een bepaalde Pokémon-soort hebben gezien, maar niet per se dat ze er ook op dat moment zijn. En dat is het verschil. Desalniettemin kan je deze site dus als een guide gebruiken als je op zoek bent naar een bepaalde Pokémon. Want als er op één plek 8 Magmars worden aangegeven, mag je ervan uitgaan dat hij daar ook te vinden is. Tip 2. Koop een powerbank. Niks is erger dan een Snorlax op je beeld zien verschijnen en hem dan vervolgens niet kunnen vangen omdat je batterij op is. Om dat te voorkomen raad ik een powerbank aan. Ik zelf had er ook nog geen een totdat Pokémon Go uitkwam en het zorgde wel voor dat ik buiten nooit zonder batterij kon te zitten. Ik heb de mijne voor 15 euro bij de Intertoys gekocht en ik kan zelfs 2 apparaten tegelijk van stroom voorzien. Ook erg handig voor een vriend of vriendin in nood. Tip nummer 3. Een Combat Power rekentoeltje. Vraag jij je nou af hoeveel CP de Pokémon die je gevangen hebt zal krijgen als je hem evolueert? Gebruik dan dit handige Combat Power berekentooltje op pokemongo.nl. Klik simpelweg de juiste Pokémon aan, vul in hoeveel CP die heeft en dan krijg je een accurate schatting van hoeveel CP het zal hebben als je hem evolueert. Hierdoor kan je precies zien of het bijvoorbeeld waard is een Pokémon te evolueren of dat je liever wacht op een sterkere Pokémon van hetzelfde soort. Tip 4. Een IV calculator toeltje. Dit toeltje is voor de echte Pokémasters die zich veel met gymgevechten bezighouden. Iedere Pokémon wordt namelijk geboren, tussen aanhalingstekens, met een eigen IV-waarde. En IV staat voor Individual Value. Dit is een stat die je niet kan veranderen en ook niet zien in de game, maar je kan hem wel berekenen via deze website. Als het je uitmaakt om de absolute beste Pokémon te hebben die er bestaat, dan kan je haast niet zonder deze tool, omdat je anders nooit te weten komt hoe sterk je Pokémon echt is. Op de site staat helemaal uitgelegd wat IV's eigenlijk zijn, hoe het van invloed is op je Pokémon en hoe de site het voor je berekent. Neem dus zeker een kijkje als het hebben van de sterkste Pokémon je prioriteit is. Tip 5. Hoe fix je meer Pokéstops? En wist jij überhaupt dat dat kon? Woon jij nou net als ik in een dorpje met te weinig Pokéstops? Dan is deze tip voor jou. Je kan namelijk bij ontwikkelaar Niantic een aanvraag indienen voor meer Pokéstops. Maak gewoon een paar foto's van een gebouw, monument of beeld en stuur deze met de locatie en de reden naar ze toe via een formulier. En wie weet heb je binnenkort een Pokéstop voor je deur. Op het moment dat ik deze video maak, nemen ze even geen nieuwe aanvragen in behandeling, maar hopelijk kan dat snel genoeg weer. Dat waren de 5 tooltips. Alle linkjes van de sites die ik genoemd heb staan in de omschrijving. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Als het zo was, like dan even de video en subscribe voor meer Pokémon Go tips en video's van andere games. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.